En wie werkt er in de nacht? Taxichauffeurs, verpleegkundigen, mensen in de continu, agenten, havenwerkers. Iemand moet het doen. Nachtwerk. Ja, ik ben ook de klos. Alfred Blokhuizen. Heel veel lekkere muziek. En ik praat met mensen over het nieuws dat hen persoonlijk raakt. Niet slapen, werken. Nachtwerk. Zondagavond na 12 hier op Radio Rijnmond. Nachtwerk. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen. Ben je aan het werk of ben je nog wakker? Dit is Radio Rijnmond. Met Alfred Blokhuizen. De regio Rijnmond heeft een nieuwe thrillerschrijfster. Ze heet Bronja Hofslag. Ze is begonnen aan een trilogie van psychologische thrillers. Het eerste deel is De Dode Kamer. Duidelijk een goede reden om met de schrijfster te gaan praten. Ik heb haar nu aan de telefoon. Welkom bij Radio Rijnmond. Dankjewel. Waarom gaat een vrouw die een mooie baan heeft in de transportsector een thriller schrijven met dood en verderf? Nou, het is meer begonnen als een hobby. Ik schreef als kind al. En gewoon omdat ik dat leuk vond. En dat ben ik eigenlijk altijd blijven doen. Alleen niet met de intentie om er ook iets mee te doen. Ik heb dus ook heel veel projecten gewoon nog op de plank liggen. Die helemaal niet af zijn. Of waar ik gewoon nog over na aan het denken ben. Maar deze is wel af. En die had ik eigenlijk aan mijn man laten lezen. Die dus nooit leest. En die was in 3 dagen tijd door 700 bladzijden heen. Dus hij zegt, ja, als je mij 700 bladzijden kan boeien, dan zegt dat wel iets. Nou ja, dan wijk je uit naar proeflezers en die waren ook enthousiast. En eigenlijk kwam het idee om er iets mee te gaan doen, kwam bij anderen vandaan, niet zozeer bij mij. Schreef je vroeger ook al van die enge boeken of was het toch iets anders, wat romantisch? Nee, romantische dingen heb ik sowieso nooit geschreven, dat is echt niet mijn genre. Maar het was altijd wel een beetje in de thriller of griezelhoek, zeg maar, vroeger vooral. Wat ik nu doe, dat is dan een psychologische thriller wat ik nu heb geschreven. En dat is dus niet het moord en doodslag met bloed die van de pagina's afdruipt, zeg maar. Dat is ook niet helemaal mijn ding. Het is meer echt het psychologische aspect. Hoe twee mensen tegenover elkaar kunnen staan en dingen kunnen waarnemen verschillend. Omdat ze gewoon vanuit een ander milieu kijken of vanuit hun eigen standpunt. Hoe kom je erop om een psychologische thriller te schrijven? Want dat moet natuurlijk wel spannend en een beetje tot de verbeelding spreken ook. Nou, het begon eigenlijk als een kort verhaal ooit. Wat zal het zijn geweest? 6, 7 bladzijden, denk ik. En toen had ik nog wat ideeën liggen en op een gegeven moment viel dat als een soort puzzel viel dat in elkaar, omdat het toch wel goed bij elkaar paste. En dan ga je, je gaat researchen, je gaat dingen uitdenken van, jij wil van A naar B en hoe kom je daar? Nou, nu is het een thrillerdebuut van jou, die heeft de naam De Dode Kamer. Hoe kom je op de titel? Ik heb ooit eens een artikel gelezen in een Amerikaans tijdschrift. Over architectuur. En dat ging over het Orfield Laboratorium. En die hebben een dode kamer. En dat is een kamer waarin 99,9% van al het geluid wordt opgenomen binnenin. En al het geluid van buitenaf wordt afgestoten. En dat vond ik een interessant gegeven. En dat ging goed samen met de rest van het verhaal. Waar ik van weer niet te veel over kan zeggen natuurlijk. Want anders geef ik alle clues weg. Ah, je kunt er vast wel iets over vertellen, toch? Ja, je kan er altijd wel iets over vertellen. Het verhaal van twee broers die allebei een heel eigen leven leiden en eigenlijk niets met elkaar gemeen hebben en elkaar ook totaal niet begrijpen. Maar wel allebei het idee hebben dat ze elkaar heel goed kennen. En dat blijkt dan dus natuurlijk niet zo te zijn. En dan vooral de oudste, die komt eigenlijk voor de ene na de andere verrassing te staan van allemaal dingen die hij niet wist over zijn broer. Nu is de ene broer een beroepswerkloze, schrijf je in je persbericht, en de andere een succesvol architect. Wat is dan de spanning tussen die twee? De jongste is de architect en het is een beetje een verwaande jongen die neerkijkt op zijn broer omdat hij... Die is lekker aan het freewheelen en die vindt het allemaal wel prima. Alles gaat hem vrij makkelijk af en hij stelt weinig eisen aan het leven. Maar hij wil gewoon een leuk leven leiden. Dus hij gaat lekker naar de kroeg en hij gaat lekker op stap met zijn vrienden, met zijn vriendinnen. En dat vindt hij oké. En zijn broer heeft zoiets van, is dat het leven dan? Die veroordeelt eigenlijk
zijn broer, omdat uit luiheid of wat hij hem dan ook verwijt op dat moment. Ja. Omdat hij dat zelf niet begrijpt. Want hij is zelf vreselijk gemotiveerd. Het is iemand met een grenzeloze ambitie. Die niet kan begrijpen dat er ook mensen zijn die dat niet hebben. Nu raken zij dus in allerlei verwikkelingen. Die je omschrijft in dik 700 pagina's. Dat is wel een heel dik boek. Vind je zelf ook niet eigenlijk? Zelf hou ik daar wel van. Dus ik ben ook een enorme lezer. En ja... Als een boek goed is, kan het me niet dik genoeg zijn, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik had in het begin ook wel iets dat ik zoiets had. Het was ook niet de bedoeling, laat ik het zo zeggen. Want ik had zelf bedacht dat het rond de 400 bladzijden zou worden. Alleen, de personages gingen op een gegeven moment toch een beetje een eigen leven leiden. Dat het ook een beetje een andere kant op ging als wat ik van tevoren had bedacht. Mm-hmm. En ja... Opeens waren daar 700 bladzijden. Ja, je begon met 7 geloof ik, hè? En dat zijn er 100 keer zoveel geworden dus. Ja, eigenlijk wel. Want het begon zeg maar als een kort verhaal. En dan had ik nog wat ideeën en verhaallijnen liggen die daar goed bij pasten. En dan ga je dat uitwerken, je gaat researchen. Er is heel veel werk aan vooraf gegaan ook. Nu zeg je dat in je persbericht die we hier voor ons neus hebben liggen, dat het een project X wordt. Dat betekent dat er meer boeken komen. Wat ga je doen in de nabije toekomst? Ik werk 32 uur per week. Daar gaat aardig wat tijd in zitten natuurlijk. En de plannen voor de komende 2 jaar is eigenlijk om deel 2 af te maken van... Wat uiteindelijk de Project X-trilogie moet gaan worden. Maar daar ben je dus eigenlijk al mee bezig? Ik ben stiekem al begonnen met schrijven. Ik heb al de afgelopen... Want het eerste boek is natuurlijk al een tijdje af. Dus eer dat dat dan uitkomt, dan ben je natuurlijk weer een poosje verder. Dus ik heb de afgelopen maanden heb ik ook al aardig wat research gedaan. Ik heb verhaallijnen uitgezet. En nu ben ik voorzichtig aan het beginnen... om verder te schrijven. Is je man niet vreselijk bang na het lezen van zijn boek van... wat heeft mijn echtgenote voor een woeste ideeën? Nee, helemaal niet. Hij vindt het alleen maar leuk. Maar mijn man is ook het is echt een thriller en horror fanaat. Dus die vindt dat prachtig. Mooi. Waar kunnen we meer te weten komen over je boeken? Ik heb een eigen website. Dat is www.bronjahofslag.nl. Dat is H-O-F-F. S-C-H-L-A-G. En de mensen kunnen me volgen op Facebook en op Twitter. Uiteraard, zoals iedereen tegenwoordig. We zetten ook nog een linkje op de website van RTV Rijnmond. Zodat ze het daar ook makkelijk kunnen vinden. Ja, ik hoop dat je genoeg tijd en moed hebt om je trilogie af te maken. Lijkt me spannend. Ja, ik ga ervan uit dat het helemaal goed komt. Want ik doe het al zo lang en ik vind het gewoon leuk. Dus ik zie ook niet dat ik zie het niet veranderen in de loop der... jaren, moet ik zeggen. Dit is wel iets wat ik gewoon wil blijven doen. Succes. Dankjewel. 93.4 FM.